Vandaag spreken we over het identiteitsbewijs en voor de duidelijkheid het bewijs van administratieve identiteit. Want dit identiteitsbewijs geeft helemaal geen antwoord op de vraag wie ik werkelijk ben. Was het maar zo makkelijk. In mijn geval heeft het 40 jaar geduurd voordat ik hardop durfde te concluderen wie ik ben. Ik was een jaar of 7, 8. Het was een zaterdagavond. En samen met mijn twee oudere zussen zat ik met fris gewassen haartjes en in schone pyjama, een familietraditie in ons gezin, op de bank voor de tv. We hadden alle drie een bakje keurig verdeelde chips op schoot. Nog zo'n traditie uit mijn jeugd. En met het hele gezin keken we tv en ik weet niet meer welk programma het was, maar er verscheen een man in beeld die vrouw wilde worden. Zo werd het geloof ik genoemd. Ik zag een vrouw worstelend met de oordelen van de buitenwereld en worstelend met de mannelijke echo van haar lichaam. Om van haar baardgroei af te komen, moest ze een eindeloze reeks ontharingsbehandelingen ondergaan. En voor elke behandeling moest ze een week lang haar baard laten groeien. Over haar schouder keken we mee in de spiegel terwijl zij zich opmaakte. Op haar kaak en kin stonden ontelbaar veel dikke zwarte haren. Ze deed haar best die te negeren, maar op een gegeven moment brak ze en ze huilde tranen van wanhoop. Ik had zoiets nog nooit gezien. Natuurlijk had ik al heel vaak mannen in een jurk op tv gezien, eigenlijk altijd bedoeld om hilariteit op te wekken. Maar dit was niet grappig. En meteen drong tot me door waarom niet. Ik voelde verwantschap met deze vrouw. Het voelde alsof ik naar mezelf zat te kijken. En ineens begreep ik mezelf. Mijn vader vond het ook niet grappig. Vieze flikker, gromde hij naar de tv. Het was duidelijk. Wat ik voelde, was vies. En dus besloot ik toen om deze gevoelens maar nooit uit te spreken. En er ook maar nooit meer aan te denken. Dat besluit, voorzitter, was natuurlijk ontzettend naïef. Het meisje dat ik eigenlijk was, bleef zich in de jaren die volgden steeds opnieuw aan me opdringen. En dat frustreerde intieme relaties, stond open vriendschappen in de weg en vervreemde mij van mezelf. Tot ik moedig en sterk genoeg was om mijn gevoelens serieus te nemen en de consequenties daarvan te accepteren. En nu sta ik hier als eerste openlijke transgender vrouw in het hart van onze democratie. En ik weet dat mijn vader trots op mij geweest zou zijn. Ik ben hem dankbaar. Mijn vaders normatieve houding was een poging om mij te beschermen. Beschermen tegen de harde samenleving die me te wachten zou staan. Een samenleving waarin anders zijn vaak genadeloos wordt afgestraft. Zijn corrigerende signalen hebben me de alertheid en het vermogen gegeven om me aan omstandigheden aan te passen. Ik ben een overlever. En het was precies die vaardigheid die ik tijdens mijn transitie heel hard nodig had.